Dan naar de Amsterdamse PC Hoofdstraat. Thomas komt daar vandaag niet om te shoppen, maar hij gaat actrice Kimberly Klaver uit de brand helpen. Oké, het probleem. Te weinig opbergruimte. Ja, klopt. Ja, ja, maar dat hebben eigenlijk alle vrouwen wel een beetje, toch? Ja, maar ik heb inderdaad te veel spullen. Je hebt gelijk. Maar ik heb ook echt geen ruimte of geen kast waarin ik dat kan opbergen. Nee. Ik heb gewoon geen berging, dus je ziet het overal liggen verspreid. Ja. Dat is niet mooi. Nee, dat is weer rommelig ook. Hè? Ja, dus al die spulletjes gewoon eigenlijk achter een deurtje hebben of in een laadje. Ja, het mag er zijn, maar je moet het niet zien. Nee, nou kijk, ik heb daar al kant-en-klare kastjes. Nee. Ah, het is nu nog een beetje saai, hè? Ja. Dus wij gaan het wel wat opleuken. Door zelf de zijkanten te maken en de bovenkant. Dat gaan wij doen. Dat gaan wij doen. En jij gaat beginnen met zagen. Oh. Dus, ik weet niet of ik wel eerder gezaagd heb. Ja, maar vroeger. Zo'n heel klein dingetje. Okay. Beugelzaagje. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Dit worden de zijkanten. Ja. Dat is nog een beetje te lang, maar die korten we straks af. Alleen één paneeltje, dat vind ik niet zo mooi. Het mag wel wat dikker, dus we gaan er gewoon twee op elkaar schroeven. Dus die komt dan zo. En die gaan we dan netjes schilderen. Dus als we dat gewoon goed op elkaar zetten, wordt die zo dik, ja. Weer net aan de slag gaat het regenen. Maar gelukkig is Thomas niet voor één gat te vangen. Voordat we nou gaan schilderen, gaan we eerst die kopse kanten behandelen. Want MDF is wel heel mooi materiaal. Het is natuurlijk lekker glad, behalve die kopse kanten. Ja. Dat blijft echt zuiver. Dus je gaat dit schilderen en de verf trekt er gelijk in. Okay. Dus die moeten we eigenlijk gaan afsluiten. Kan wel door een paar keer hem in de grondverf te zetten. Maar makkelijk is gewoon om houtlijm, dat verdunnen met water. En dat smeren we met een kwastje in. Op die zijkant? Precies. En dat wordt hard. En als je hem daarna schildert, dan dekt hij gewoon. Oké. Okay. Nou ja, weer zo'n handig beetje, die Thomas toch. We hebben trouwens al zijn vernuftige schildertips even voor je op een rijtje gezet. Check eigenhuisentuin.nl. Nou echt wel op zoek ook naar iets anders? Of... Nou, we houden het wel in de gaten, want het is wel fijn om meer ruimte te hebben. Maar ik wil in de stad blijven. En Bas ook. Maar jullie hebben niet zoiets van, we willen de stad uit en we willen kinderen? Nee, ik denk niet per se van, oh, met kinderen gaan we meteen buiten de stad wonen. Dat hoeft voor mij niet. Als je maar iets meer ruimte hebt, want hier kan het niet. Ik kan moeilijk een baby op de aanrecht leggen. Nou ja, dat naast die boeken, dat is nog wel zo'n beetje vrij, zag ik. Een klein hutje bouwen van boeken en rommel. Of in een eethoek. Op het bovenblad komt leer als een soort kleine knipoog naar snelle auto's. Vindt manlief Bas vast leuk. Naar Amsterdam, waar Thomas en Evelien Kimberly Klaver aan opbergruimte helpen. Als verrassing vervangt Thomas ook nog even een kapotte lamp voor een nieuw exemplaar. Wat een service, jongens. En dan is de klus geklaard. De rommel is weggewerkt in een strakke kast. En er is zelfs plek om aan tafel te eten. Entree, mevrouw Klaver. Oh, wauw. Oh, dat is echt heel vet. Echt, hè? Die lamp ook. Cool, hè? Eindelijk een lamp. Oh. En dit vind ik ook... Wat vet dit ook. Zo bij elkaar. Ja, het, is wel... het is opeens een veel meer volwassen huis. Het is een mensenhuis, hè? En ik heb een eettafel, een eethoek. Ja. Maar hoe... Ja, dan... Deze lamp is ook fantastisch. Cool, hoor. Oh, dat vind ik echt wel cool. En hij doet het ook. Hij doet het ook. En ik kan hem ook op dimmen. Ja, dat is toch wel lekker. Ja, dat is toch fijn dat zo'n lamp het ook daadwerkelijk doet. Ja, dat schijnt te helpen. Het ziet er toch goed uit. Het is een stuk rustiger als je binnenkomt. Veel rustiger. Ik word ook rustiger, merk je het? Ik vind het echt een verschil tussen een beetje toch de rommelige studentenwoning. Mijn schuld. En nu is het gewoon echt... Een appartement gewoon waar je wel wil blijven eten, toch? Ja. Zouden jullie hier eten? Wat eten we? Ja. Ja. Ik dacht ze het nooit zo vragen. Ja, we gaan lekker bestellen. Zeker weten. Oké, we zitten. Leuk, je kan gewoon zitten. Kom maar. Oh, je kan hier nog niet zitten. Ik vind het echt heel cool geworden en totaal anders.